Goedenavond, het is zaterdag 6 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het Bevrijdingsfestival Zeeland trok gisteren naar schatting zo'n 35.000 bezoekers naar het festivalterrein in Vlissingen. De organisatie is tevreden met die opkomst. Het begon een beetje stroef natuurlijk door het weer en vooral door de weersvoorspellingen. De code geel die werd afgegeven, waar we gelukkig in Vlissingen geen last van hebben gehad. Maar je zag het begin van de dag, het begon een beetje langzaam, maar 's avonds was het gewoon ramvol. Vorig jaar trok het festival tussen de 40 en 45.000 bezoekers. De 10.000 bezoekers minder van dit jaar zijn dan ook terug te zien in de horecaomzet van het festival. Die omzet is belangrijk voor de bevrijdingsfestivals, omdat met de opbrengst van de ene editie de volgende voor een groot deel wordt gefinancierd. We zien dat er duidelijk minder is omgezet dan andere jaren. Maar hoeveel en hoe erg, dat kan ik nog niet zeggen. Maar we zijn nu de spullen voor de leveranciers weer aan het verzamelen. En je ziet dat er veel horeca ongeopend teruggaat. Dus de klap is best groot, vrees ik. Vente Vogel, maar ook directeuren van andere bevrijdingsfestivals zouden graag zien dat de overheid een grotere financiële bijdrage levert. Meerdere bevrijdingsfestivals kampen met financiële problemen die zijn verergerd door de sterk gestegen prijzen. Hoewel Vente Vogel het niet wil, is een gratis toegankelijk festival volgens hem niet langer houdbaar zonder extra steun. Het feestje op muziekfestival Grieps in Grijpskerken is losgebarsten en dat begon al meteen met bier. Je bestelt twee bieren en je drinkt ze op en dan ga je weer om de volgende. Ja, zo. En wat doe je met de restjes? De restjes? Ja, die gooi je toch weg, toch? Dat hoort toch bij Grieps? Welke restjes? Alles gaat naar binnen, hoor. Ja. Ik ga toch niks weggooien? Ja, hey, ik ben een zuinige Zeeuw, hè? Maar toch is niet iedereen zo zuinig. Ja, dan smijt je de hele tree over de hele menigte heen. En ja, dat is leuk. Doei, 15 euro. Ja, ja. Nou, vroeger verkochten ze zelfs het laatste gedeelte uit het vat als gooibier. En dat is speciaal om te gooien, dat is toch niet lekker. Ja, dat gooi je dan over de mensen heen. Als jij Grieps mag omschrijven in een paar woorden, hoe zou je het dan omschrijven? Ja, lekker Zeeuws, lekker gek en gewoon beuken. En bier drinken. Stil in mij. Zo, stil in mij. Kom op, Grieps, zing mee. Zo, stil in mij. Oude tijden herleefden vandaag in Sint Maartensdijk. Smerdiekenaren konden op twee locaties in het dorp foto's van vroeger bekijken en samen herinneringen ophalen. En dat deden ze dan ook volop. Schitterend mooi, ontroerend, omdat er een heleboel mensen bij zijn die je hebt gekend en die er niet meer zijn. En dan zit je hier met je kleindochter, dan denk je, ja, later als zij die mijn leeftijd heeft, dan zit zij ook zo. En dan zegt ze, daar is oma. Hé? Hey? Het evenement vloeit voort uit de Facebookpagina Smerdiek van Vroeger, die 4 maanden geleden werd opgericht. De pagina waarop dorpelingen elkaar online kunnen ontmoeten en foto's kunnen delen was zo'n succes dat een fysiek evenement niet uit kon blijven. Het is geweldig, echt waar. Ik ben zo blij en zo trots dat iedereen gekomen is. Het is net een reunie eigenlijk. En ik denk dat dit gewoon een rijkdom is. Het is je erfgoed en je krijgt zoveel waardering voor je dorp en voor de mensen die er zijn. Het is echt prachtig, ja. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was vrij hoog, al waren er uitzonderingen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dat er vroeger uitzag en hoe het er vroeger, toen de haven nog open was, dus niet gedempt, hoe dat toen eigenlijk allemaal aan toe ging hier. Initiatiefnemer Dolores Bel hoopt dat de Smerdiek van vroegerdag een blijvertje is. Als het aan mij ligt, elk jaar, ja. De KNRM op Nieltje Jans hoopt 7500 euro op te halen met een loterij. Dat geld is nodig voor onderhoud van het reddingboothuis. De reddingsmaatschappij is volledig afhankelijk van giften en donaties. En de hoofdprijs is bijzonder, een overnachting in de top van het reddingboothuis. Wat een bijzondere plek. Ja, daar doen we het voor. Klopt, iedereen kan zelf zien hoe mooi het hier is. Bijzondere plek, unieke plek ook. Normaal komt hier helemaal niemand als alleen maar de bemanning van de reddingboot. Moet je zeebenen hebben om hier te kunnen slapen? Nou, er zit een heel klein beetje deining in zoals je voelt. Maar dat valt reuze mee, toch? Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Een van de bemanningsleden zei op een gegeven moment van waarom geven we niet een overnachting weg? Een overnachting in het boothuis.
dat idee gaat rijpen en dan denk je op een gegeven moment, hé, hey, super idee. Dus ludiek idee ook. Dus ja, zo is dat geboren. Dus we gaan het keurig netjes opruimen, komen twee bedden in, ledkaarsjes, flesje wijn, dat soort toestanden allemaal. Het wordt een avond, een nacht om nooit meer te vergeten. En ontbijt? Wordt geregeld. Is het voor herhaling vatbaar, denk je? Misschien wel, maar wij gaan echt van echt een unieke ervaring uit. De volgende keer gaan we weer wat anders verzinnen. Maar nu houden we het even hierbij om deze loterij echt uniek te maken. En zoveel mogelijk geld binnen te halen natuurlijk. Want dat is het doel. Dus koop loten voor de reddingboten. Ga naar www.reddingboothuis.nl. Met nog 4 wedstrijden te spelen in de vierde divisie speelt Goes vandaag op eigen veld tegen Spijkenisse. 4 overwinningen wil trainer Dennis de Nooijer en dan maken ze nog kans op promotie naar de derde divisie. Het is een goede mogelijkheid van Timo Leibers, zelf gecreëerd, maar nog geen doelpunt. Dan naar de tweede helft. Spijkenisse is een laagvlieger in de vierde divisie. We krijgen hier een goede kans, goed schot en een doelpunt. Daan Bourgogne is de naam. En zo komt de ploeg uit de streek van Rotterdam op een 1-0 voorsprong op Sportpark het Schengen. En wat kan Goes dan nog in de slotfase? Een lange bal. Maar die bal komt weer terug. En dan probeert hier Den Engelsman de bal af te schermen. Dat gaat helemaal mis. En dan is het een koud kunstje voor Mika Weerts. En die beslist de wedstrijd. Spijkenisse gaat winnen van Goes. Het wordt 2-0. En Goes haakt het definitief af in de titelstrijd in de vierde divisie. Waren vandaag in eerste instantie wolkenvelden en ook zonnige perioden en het was droog. En daarbij kon de temperatuur vanmiddag oplopen naar waarden tussen 18 en 19 graden met een matige zuidelijke wind. We kregen daarbij geleidelijk in de loop van de middag wel te maken met wat meer bewolking en ook later wat regen en enkele buitjes. Ook vanavond en vannacht blijft het wisselen bewolkt met af en toe nog een bui en een temperatuur die zakt tot 13 à 14 graden. Morgen hebben we ook af en toe regen of buien en het is wisselend bewolkt. In de ochtend is er een kans op een enkele klap onweer in het oosten van de provincie en de temperaturen liggen morgen rond 17 à 18 graden. Ook begin komende week blijft het wisselvallig. Elke dag is er wel kans op regen of buien. Op maandag is het nog wel redelijk warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 18 graden. De dagen daarna komt de temperatuur te liggen rond 15 à 16 graden. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.